maatjes van het goede leven. Doei! Ciao, ciao, succes! Dank! Ik heb het hier al koud. Ja, het waait, het regent hard, joh. Het is shit weer. Doei, auto. Bye! Doeg! Hij had knuffel je, mijn vriendin! Zij heeft heel veel plezier, maatje. Oh, okay. Heel veel plezier. Yo, rustig aan. Dat is een ervaring, hè? Yo, rustig aan. Rustig aan, joh. Tot de volgende keer. Heel plezier. En met die wind weet ik niet of dat nog gaat gebeuren, trouwens. Jawel! Jongen, het waait veel te hard om te vliegen, man! Ga nou! Alaska, geniet ervan! Hij zegt, ga maar naar Alaska, zegt hij. Yo, later! Shit, man. Het waait veel te hard en zo om te vliegen, hoor. Ik weet het niet. We hebben 1 uur slaap gehad en hier lopen we dan. Ik voel me echt verschrikkelijk. Zo, daar gaan we. Oh, dit is beter, want die wind is echt niet normaal. Holy moly. Gevaarlijk, man. Zo. Zo. Holy shit. We zijn niet de enigen die op reis gaan. Nee. Hoi, yo, hoi, yo. Het is ondertussen 5 uur. Dus we hebben het overleefd, maar dat was een lange rij. Holy moly. Maar goed, het is gelukt. En we hebben alleen nu nog deze kleine koffer. En ik heb nog een tas op mijn rug. De rest hebben we gelukkig kunnen inleveren. Ja. Ja, en ik heb mijn nieuwe super mega dikke jas. Slaapzak. Ja, gewoon een slaapzak. Dus die ga ik niet aandoen. Dit is echt pokkenwarm. Dat is niet normaal. Maar wow, wat heb ik er veel zin in. Maar ik vind het wel echt super spannend dat het zo hard waait. Ik weet niet, het spookt wel een beetje door mijn hoofd. Het regent nu niet meer, dus misschien is de wind ook al een beetje gaan liggen. Laten we het hopen. Ja, nee, maar het komt goed, schatje. Jij hebt al zoveel overwonnen, dit ga jij ook overwinnen. En ik ben erbij, hè? Dus precies. Ik wil je handje wel vasthouden. Maar dat is zo bijzonder, want ik was in de auto hier naartoe aan het rijden. Jij sliep. En ik voelde wel dat hard waaide, maar ik denk dan helemaal niet aan. Oh shit, we moeten straks vliegen. Ja, dat zit wel in mijn hoofd dan. En die zat helemaal zo in die auto zo. En op een gegeven moment zegt hij zo, oh, we moeten straks vliegen met die wind. En toen dacht ik echt van, oh, ik denk daar totaal niet op. Marvin die was er helemaal niet mee bezig. Maar ja, ach ja, maakt niet uit. Het komt wel goed. Ik bedoel, ik denk gewoon naar waar we heen gaan. En dat is gewoon freaking Lapland, man. Holy moly, dat wordt echt... Dat wordt zo vet. Oké, de douane hebben we ook overleefd. In 1 keer helemaal goed. Even lekker relaxed voordat we naar gate D77 gaan beneden. Hier even lekker zitten. Croissantje naar binnen werken. Ik heb iets van een drankje gekocht. Vitamine C plus D. Zink plus biotine. Met de smaak van rabarber aardbei. Toppie. 5 euro volgens mij. In ieder geval niet normaal. Ik zag zo net dat je 4,15 euro voor een klein flesje cola betaalt. Sowieso op Schiphol hier überhaupt water. Dat vind ik eigenlijk het meest belachelijke. Ik bedoel, al die andere dingen met prikken en heel veel suiker erin en zo. Oké, maak maar lekker duur. Boeien, snoep, duur, boeien. Is ongezond, dus ik snap het wel. Alleen maak dan op zijn minst water gewoon goedkoop. Maar je betaalt gewoon ook letterlijk gewoon 3 of 4 euro voor een klein flesje water. Dat zal ik nooit begrijpen. Nee. Maak gewoon water 50 cent of 1 euro of zo. Zo, deze ook lekker. Wil je proeven? Ja, op zich. Ik vind het wel lekker, dit vitaminewater. Oh, deze is veel lekkerder eigenlijk dan die van mij. Ja? En ik vond die van mij al lekker. Ja. Je kan ook geen drinken verder meenemen ofzo, want je komt door de douane. Dus dan moet het leeg zijn. Tenminste, als je een flesje hebt, moet het helemaal op zijn. Dus ja, je moet wel eigenlijk. Dus we hebben voor 15 euro of zo, hebben we 2 croissantjes en allebei een flesje water. Ja. Bijna, dames en heren. We zijn er bijna. Tenminste, in het vliegtuig. Dames en heren, we zijn geland. Dat was een zieke landing, joh. Die vrouw naast ons, die hield ook de stoel vast zo met beide handen. Echt? Ja, je hoorde ook verderop in het vliegtuig. Woe! Oh, ja. Maar ja, volgens mij is het heel koud hier. Zie, want je ziet echt gewoon iedereen
zo ziek bepakt zijn. Ja. Met dikke snowboots en jassen. En je zag het al bij de lijn, bij het inchecken op Amsterdam Schiphol. Klopt. Je zag al zoveel mensen met snowboots en je hoorde dat ook lopen. Zo bergschoenen? Ja, bergschoenen of snowboots, ja, inderdaad. Ja, echt sick hoor. Ja. Ik ben zo benieuwd. Maar weet je wat ik gek vind? Nee. Ongeveer 30% van het vliegtuig van de mensen, zeg maar, blijven zitten. Ja, die gingen nog een vliegveld verder. Ja, die gingen een vliegveld verder, maar die moesten wel hier bij dit dorp zijn. Ja, toevallig die vrouw bij ons naast ons. Die zit dus in dit dorp en moest verder vliegen. Ja, die moet nu verder vliegen. Ja. Die moet daarna iets van 1,5 uur terug met de bus. Ja, heel bijzonder. Maar wij moeten ook nog wel even een stukje rijden, volgens mij, hoor, met de bus. Ja, goed. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het alleen maar leuk is. Zo, dit ging lekker makkelijk eigenlijk. We zijn geland. Dit is het vliegveld nog steeds. We melden ons bij René. Die werkt bij dit bedrijf. Eigenaar, eerlijk gezegd. We krijgen een kaartje. Die heb jij. Bus nummer 2. Deze moeten we geven aan de man die de bus aan het inpakken is. Dus alle bagage gaat mee met bus nummer 2. Dat is de groene. En dan worden we naar de locatie gebracht. Super goed geregeld. Ja, ik heb nog helemaal niet koud. Jij? Nee, ik ook helemaal niet. Oh, ik vind het juist lekker even buiten. Klopt. Ja, het is min 8 op dit moment en er ligt knijters veel sneeuw. Zoals jullie kunnen zien ook hier. Ja, dat is echt top. Ja, dit wordt zo dik. Dit belooft echt heel wat moois. Dit wordt heel vet. Zo, daar gaat een mooie groene koffer. Ja. Hoppakee. Het ligt wel lekker bij elkaar. Zeker. Oh, toch niet. Thank you. Nou, dan gaan we instappen. Laten we daar instappen. Achterin. Ja, wat jij wil. Achterin natuurlijk. Dat was vroeger toch ook altijd het ding. Ja, dat is wel altijd de plek. Op school. Ik wil achterin. Is toch lekker zo? Kunnen we een beetje zo om ons heen kijken. Lekker de ruimte. Ja. Wow, sick hoor. Het is echt gewoon een labland. Zo gek. Omdat, zo snel gegaan. Maar vooral omdat het zo snel is gegaan. Je hebt je er helemaal niet op kunnen voorbereiden en dan ben je er gewoon ineens. Dat is het vooral. Ja, klopt. Maar joh, ik heb echt zin in. Ik ook. Ja. Ik heb zin in een warme chocolade. Ik ook. En even iets eten heb ik ook zin in. Ja. Ja. De wielen van de schaam. Rond en rond, rond en rond, rond en rond. Ik ben benieuwd hoe lang we nu moeten rijden eigenlijk. Dus weet het moet dan. Een hol in de schaam. Ja. Ja, ik heb ook geen idee. Ik ben ook benieuwd hoe lang we moeten rijden. Die bomen allemaal, hè, daarachter. Ja, deze. Echt super veel sneeuw gevallen. We hadden gevraagd of we ergens konden schaatsen, maar dat kan niet. En ik wil niet per se zeggen dat is super jammer, want als je weet wat voor dingen we allemaal gaan doen de aankomende weken, is dat echt super vet. We hadden gewoon gevraagd, kan je schaatsen, maar er is te veel sneeuw gevallen op het ijs. Dus dat gaat het nooit worden. We hebben onze schaatsen ook niet bij ons, dus het scheelt. Maar goed, ja, dat is wel een goeie dat je je jas nu uitdoet. Anders dan ben je aan de warmte. Dat is wel goed. Ik even mijn jas uit. Nou, met een beetje vertraging zijn we hier eindelijk toch in op de plaats van bestemming gekomen. Ik kan me best voorstellen dat het al best een beetje een lange reisdag al is. En we zijn er ook nog niet helemaal. Vandaar dat we zo meteen over 5 minuten al gelijk een stop maken. Daar is namelijk het moment dat ook de poolcirkel overgestoken gaat worden. Wat sowieso al wel misschien een bijzonder moment kan zijn. Voor veel mensen die dat nog nooit zo noordelijk zijn geweest. Het mooie van die stop is ook dat daar de kerstman zijn residentie heeft, althans de werkresidentie. En daar kan je, nou ja, stoppen om eventjes wat te eten of wat te drinken. Om de benen te strekken, om naar de wc te gaan. Om misschien die kerstman gedag te zeggen. Om je lijstje met alle souvenirs die vanuit het huis mee zijn gegeven, om die gelijk in te lossen. Je kan zelfs je kerstpost kan je hier al geregeld hebben voor aankomende december. Dus het is een hele efficiënte stop. Daar stoppen we zo meteen. En daar gaan we dan om 1 uur vanaf vandaan weer vertrekken. We zijn dus nu gedropt in het dorp van de kerstman, ja. Oftewel Santa Claus. En dit is dus serieus het kantoor van de kerstman. Ja, oh, hier, wow. Die sneeuwpomp. Ja, die is knijtsgroot. Dat is gewoon echt ook nog. Ja. Ja, dit is wel vet hoor. Dit is gewoon het dorp van de kerstman. Het is nu -8. Het valt heel erg mee. Het geeft zo een klein beetje een soort van Disney vibes of zo hier. Want er hangen ook boksen met gewoon kerstmuziek. Eigenlijk wel heel erg leuk dat je in 1 keer, terwijl kerst al geweest is, hier bent. En gewoon helemaal weer in de kerstsfeer gezogen wordt. Ja. Dat is wel echt geinig. En hier gewoon echt, ja, dit is wel een leuk fotomoment, ja, inderdaad. Zeker. We gaan daar wel gebruik van maken. Kijk nou even hoe leuk.
Echte sneeuw, zegt hij. Hierachter is het kantoor van de kerstman. En dit is een echte sneeuwpop. Ja, holy moly. Groot, ja, genoeg sneeuw je. Ja. Nou, daar gaan we. Ik ben zo benieuwd. Santa is hier. Wat hebben we hier allemaal? Heb je dat gezien, Marjan? Wow! Wat zie je? Wow! Ze zijn de cadeautjes al aan het inpakken. Kijk dan! Wat zeg jij nou? Oh mijn god! Je ziet gewoon al die mensen daar lopen. Hoe heb je het zo super droog? Heel apart om daar doorheen te kijken. Wow, dan gaan we nu gewoon naar Sinterklaas? Nee, Kerstman. Wow. Wat zeg jij? Dat komt omdat ik Sinterklaas hoor, ja, de hele tijd. Ja, dat lijkt Sinterklaas. Oh, deze gaat naar... Oké, hier staan alle namen op. Ik zag net ook al zo'n deur met elves only. Toen dacht ik, nou, eigenlijk wil ik die even openen. Oh ja, nou, had je moeten doen. Santa! Misschien zit jouw cadeautje hier wat tussen, joh. Wie weet. Hier, de hele kast staat vol. Zag je ook hoe die vrouw eruit zag achter de kassa daar? Ja. Helemaal zo'n hoed op en zo. Hey, Flippy's Kitchen. Ga daar eens doorheen kijken. Oh god, dit is wel heel grappig gemaakt hoor. Wat gebeurt daar? Ja, er is iemand cadeautje aan het inpakken. Echt? Ook hier? Ik weet niet of ik het kan laten zien. Misschien wel met mijn telefooncamera. Maar als je hier doorheen kijkt. Ja, ja, kijk. Zie je, ziet er iemand inpakken. Oh, plakband zit vast aan de hand. Wie heeft dat ook wel eens gehad, dat de plakband vast zit aan de hand? Nou, dat is dus wat je ziet in zo'n kijkgat. Dat is wel heel tof gedaan hoor. Flippy's Kitchen. Oké, we gaan hier even kijken, dames en heren. Baby Reindeer Daycare. Daar gaat hij 1, 2. Oké. Klein rendiertje geboren. Dat is wel schattig. Ik dacht dat daarnaast Kabouter Plop stond. Maar dat is hem niet, denk ik. Goed, hebben we dat ook weer gezien. Huh? Vervangen ze dat elke dag? Dat 321 dagen tot kerst. Ik zou wel ongeveer kunnen kloppen, toch? Ja, dat zou wel ongeveer kunnen kloppen, denk ik. Oké, we gaan even kijken, wat zien we hier? Oh, daar om de hoek zit de kerstman. Nou goed, we gaan weer. Heb je nog gezien? Nee, je ziet net niks. Ja, ze hebben het zo gemaakt dat je net niks ziet natuurlijk. Ah. Oké, dames en heren, kan jullie vertellen dat het echt wel heel commercieel is dit? Maar ja, op zich wel logisch. €45 betaal je. Als je, ja, hebben wij niet gedaan, maar als je op de foto wil met de kerstman. Dus ik heb wel even een klein stukje gefilmd. Je zag hem net om het hoekje zitten. Echt net, niet heel goed. Maar we hebben toch even de kerstman zelf wel goed kunnen zien. Maar geen foto. €45, bizar. Nou goed, gaan we verder lopen in het dorp hier zo. Oké, hier heb je een tent. En zal ik je wat vets vertellen? Als je wil, kunnen we nu de eerste rendier zien. Ik zie eentje. Ja? Ja. Ja. Meerdere. Ja, kom, we gaan kijken. Wow, dat is zo leuk. Sowieso ziet het er heel gezellig uit. Je hebt hier een kampvuurtje. En je hebt hier aan de linkerkant heb je rendieren. Wat? Kijk dan. Oh my god. Wow. Ik heb dat nog nooit van zo dichtbij in het echt gezien. Oké, blijkbaar kan je een rondje maken met een rendier in een slee. Wat bizar. Die heeft geen horens. Nee, eentje heeft geen horens, de rest wel. Gewei bedoel ik. Oh, gewei, ja inderdaad. Het is geen neushoorn. Sorry. Die stier. Santa Claus Main Post Office. Dus dit is het postkantoor waar alle kerstbrieven worden verstuurd. Die kaartjes versturen hier zo. Ja, zo kan je hier gewoon een kaartje kan je kopen en dan kan je die op de post doen. Dit hoop ik echt te zien. Ja, het Noorderlicht. Ja. Ja, dat is wel iets wat we heel graag willen zien, ja. Ik hoop echt dat het weer het toelaat. Het zal super vet zijn. Dan moet het dus heel helder zijn in de lucht. Klopt. Marjan en ik zijn achtergekomen dat dit hier wat je hebt, is gewoon echt super commercieel. Echt niet normaal. Je betaalt voor alles natuurlijk veel te veel. Alleen hier ook. Twee cappuccino. Kijk, ik heb hier een carrot cake en hier een salami broodje. €19,60. Ja, ziek hè? Ja, maar dit is gewoon een hele toeristische plek. Ja, ik kreeg al te horen dat 10 jaar geleden was hier echt nogal, zeg maar, wat meer een soort van gezelligheid, wat meer
wind onder de mensen ofzo. Maar nu is het echt gewoon vanuit investeerders vanuit het buitenland is het best wel heel erg commercieel geworden. Ja. Ik bedoel, €45 voor een foto met de kerstman. Je mag daar niet filmen, je mag geen foto's maken met je telefoon. Zij maken één foto en ja, als je die wil, €45. Nou, sorry, maar voor één fotopapiertje, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar goed, we gaan in ieder geval even lekker hier binnen zitten. We gaan lekker opwarmen. We hebben nog een half uurtje voordat de bus weer vertrekt. Dus we gaan hier gewoon lekker warm blijven zitten. Ja. En op zich, de temperatuur buiten valt nog wel mee. Het is ongeveer -6, -7, -8. Ja, dat is helemaal niet koud. Ja. We hadden ons echt voorbereid op -22. Ja. Maar vorige week was het hier -30. Dus het kan zo ook in één keer omslaan. Dus we gaan het zien. Maar voor nu ziet de weersomstandigheden zien er gewoon goed uit en niet al te koud. Alleen mijn oren doen een beetje pijn. Dus misschien moet ik de pet even gaan inruilen voor een muts. Ja. Dus dat is misschien wel een goeie. Nou goed, het is in ieder geval wel heel erg leuk. Zeker. Het is wel gezellig hoor, even een rondje te lopen zo. Ik vond die rendier daar vond ik een beetje sneu. Het zag er een beetje sneu uit. Ja. Maar dat hebben we ook niet gedaan. Nee. En ook dat was €20. Ja. Dus ja, goed. We gaan gewoon lekker even opwarmen hier binnen. Dit soort dingen bedoel ik dus. Waar slaat dit op? We hebben net gegeten bij een restaurant hier om de hoek. En dit is letterlijk het toilet wat bij dat restaurant zit. En je moet €1,25 betalen. En dan hoe het werkt is, je moet een telefoonnummer bellen. En dan gaat er €1,25 van je abonnement of zo af. En dan gaat dit slot er vanaf en dan kan je plassen. Wauw. Nou, jij gaat maar gele sneeuw maken dan. Ik doe het buiten wel even. Reindeer meat. Zou dat een serieus vlees zijn van een rendier? Of is dit vlees voor een rendier? Heel interessant. Ik heb geen idee. Ik weet 100% zeker dat wat we hier hebben gezien, dat dat echt het minste gaat zijn van de hele week. Denk het ook. Want dit was eigenlijk helemaal niet zo van, dit is typisch Lapland. Of zo. Ja, je hebt hier. Je hebt een stukje terug heb je de Noordercirkel. Als ik het goed zeg nu. Noordpoolcirkel. Jeetje, de Noordpoolcirkel. Ik moet me nog even wat beter gaan verdiepen. Maar deze plek hier zo is gewoon echt super commercieel. En er werd ook gezegd net in de bus. Dit is een plek waar je nog best wel wat mensen ziet. En best wel veel toeristen van verschillende nationaliteiten. Maar als je eenmaal straks 1,5 uur verder bent, zie je steeds minder mensen. En dan is eigenlijk echt het mooie landschap wat erbij komt kijken. En dan heb je gewoon veel meer dat Lapland gevoel. Dus ik ben op zich wel blij dat we hier weggaan. Ja. Nou, we zijn niet de laatste, toch? Maar het is precies 1 uur. We moesten 1 uur terug zijn, dus perfect. Busreis was nice. Lekker, hè? Het is hoe verder je komt, hoe witter de bomen worden, zeg maar. Maar we hebben dus serieus zo'n plekje. We hebben nummer 5. Dit is dan nummer 9 waar we hier tegenaan kijken. Maar dit ziet er toch verdomde gezellig uit, hè. En kijk dan wat voor sneeuw er is gevallen, hè. Kijk hoe dik dat is hier zo. Niet normaal. Wat een omgeving, hè. Weet je wat het zieke is? Ik heb gewoon knijtersnel internet. Gewoon die hele busrit heb ik gewoon ziek snel internet gehad. Let's go. Hele week vlogs op tijd. Elke dag om 4 uur. Let's go. Zet je wekker. Dit is het. Super. Veel plezier. Top. Heel erg bedankt. Yes, komt goed. Tot snel. Tot zo. Ciao. Kijk dan. B5. Oh, dit ziet er zo gezellig uit. Ik word er helemaal vrolijk van. Helemaal. Ook al hebben we zo weinig geslapen. We hebben veel bagage ook bij ons. Ja, we konden veel meenemen. De dag voelt al gewoon best wel lang. Maar ja, het is hier nu 3 uur. En in Nederland is het 2 uur. Alleen de zon gaat hier wel al om voor 4 uur onder, hè? Ja, 5 voor 4. 5 voor 4 gaat de zon onder. Nou, ik neem deze meteen wel even mee. Dan staat hij in ieder geval binnen. En dan is hij niet koud aan het worden. Even wachten, hoor. Even het deurtje, nou, die laat ik wel openstaan. Dan leg ik de tas hier neer. En dan doe ik mijn jas ook meteen uit. Die leg ik gewoon eigenlijk even op de grond. En dan ga ik even de tour doen. Dames en heren. Voorkantje, de ingang, B5. Komt u binnen. Daar gaan we. We hebben hier een kapstok. Dus daar zal ik mijn jas straks ophangen. En dan hebben we hier, wat is dit? Wow! Lokkertje. Oh, skischoenetjes en zo kunnen. Wat? Is dit gewoon een verwarming voor skischoenen, ja? Ja, of je sneeuwschoenen. Wat? Daar is over nagedacht? Of is dit een vriezer voor lappen vlees? Nou, daar komen we nog wel achter. Ik heb geen idee. Wat is dit hier dan?
Kijk eens even, slaapkamer. Vol wintersport. Kijk hoe vet dat eruit ziet. Even lichtje aan. Wow, dit is zo lekker knus allemaal. Ja, alleen er is nog een veel ziekere slaapkamer. En dit uitzicht. Een veel ziekere slaapkamer. Ja, kom maar. Oei, 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 wat gebeurt hier allemaal? Wow. Heel omhoog. Kijk hoe ontzettend knus en gezellig dit is. De woonkamer, de open haard in de hoek daar. Dan hebben we hier de keuken. En dan hierboven hebben we dus gewoon een slaapplek. Kun je daar gaan? Deze bedden zijn nu niet opgemaakt. Dat ze denk ik dachten dat we waarschijnlijk daar wouden slapen. Oh, dit is echt heel erg gezellig. Maar deze is echt gezellig. Dus ik denk dat ik gewoon het beddengoed van daar hier ga doen. Ja, dit is wel heel erg leuk hoor. Dat is toch knus zo? Oh mijn god. Echt leuk. Super gezellig. Hier heb je twee eenpersoonsbedden. En daar volgens mij ook hoor. Ik weet niet wat je daar hebt, maar... Maar we moeten even kijken, anders gaan we toch daar... Yo, dit is gezellig. Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit hoor. Of we hierboven slapen of daar beneden. Maar het is echt een leuke blokhut of zo. Hoe noem je dit eigenlijk? Ja, een lodge heet het. Dus volgens mij is dat gewoon een blokhut. Lodge, blokhut. Ja, volgens mij wel. Maar wat ziek dit. Oh my god. We zijn in één keer hier... In Lapland. Ah, ze hebben hier een dongle neergelegd. En dit is een speciale dongle. Of nou, speciaal is gewoon een dongle met internet. Maar die hebben ze hier speciaal neergelegd voor het uploaden van de vlogs. Dus dat is echt super tof. Schatje. Ah, ja. Kom eens kijken. Oh, kom maar eens kijken. Wow. De sauna. Wow, maar dat verwacht je gewoon allemaal niet. Maar het is er wel. Kijk dan. Gewoon een sauna. Holy shit. En dan kan je hier op die stenen kan je dat gieten. Ja. Kijk, dan heb je hier die opgieting. Oh, daar kan je zo water in hoor. Kan je ze op die stenen doen en dan... En dan daarna buiten in de sneeuw. Ja, en dan even rollen in de sneeuw, ja. Zo, maar dit ziet er echt allemaal super clean uit, dames en heren. Oh, niet normaal. Echt niet normaal. En omdat vandaag dus echt zo'n reisdag is, is het gewoon lekker vandaag chill en een beetje bijkomen. Ook al moet ik zeggen, ik vind het heel moeilijk om bij te komen. Ik wil gewoon... Lopen nu. Ja, ik wil gewoon op avontuur gaan. We gaan sowieso eventjes naar de winkel. Want ja, zoals je ziet, we hebben hier gewoon een koelkast. We hebben een eigen keuken. Dus ja, daar gaan we ook gebruik van maken. Dus we gaan sowieso eventjes naar het winkeltje. En we gaan sowieso even van die sneeuwschoenen ophalen. Van die plakkerts voor onder je schoenen, zodat we een sneeuwwandeling kunnen maken. En je hebt dus een app. En ik zag jou net al kijken in de App Store. En dat is een app die geeft een melding wanneer je Noorderlicht kan zien. Ja. Het is wel zo dat we zojuist te horen hebben gekregen van de organisatie dat als je het Noorderlicht wil zien en het meeste kans wil hebben, dat je eigenlijk gewoon elke avond even een wandeling moet maken. Ja, we moeten eigenlijk even vragen wat het meest voorkomende tijdstip is dat je het ziet. Want dat weten we natuurlijk niet. Je gaat niet van... Ja, maar ik weet niet of dat er precies echt is of zo. Er is hier verderop wel echt een super groot meer. Daar wil ik ook sowieso eventjes met de drone gaan vliegen. Ja. En bij dat meer schijnt het heel erg mooi te zijn als je daar het Noorderlicht ziet. Want als je aan de overkant van het meer kijkt, dan kijk je naar het Noorden. En dat is wel belangrijk voor het Noorderlicht. Ik denk, zeg er even bij. Maar dat is wel belangrijk. Niet wat normaal. Wat een avontuur weer dit, hè? Niet normaal. Zo echt cool. Niet normaal. Ja, het is echt bizar dat we hier in één keer zijn. Niet normaal, maar... Ongekend. En we hebben echt superveel geluk gehad. Echt superveel geluk dat we hier überhaupt kunnen zijn. Want er was dus een annulering voor twee personen en die konden wij opvullen. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor. En ik wil dan ook echt eventjes een hele grote shout-out geven voor het supersnelle regelen naar Scandinavian Wintersports. Het is wel een Nederland bedrijf. Het klinkt dan heel erg buitenlands in één keer. Maar Scandinavian Wintersports die heeft het echt supersnel in één keer geregeld in een paar dagen tijd. Het is bizar. Het is echt serieus bizar. Dus we gaan meemaken wat voor vette activiteiten ze hier allemaal aanbieden. Dus ik zou zeggen, als je zin hebt in die vlogs, doe even een duimpje omhoog. En dan eventjes kijken. Nou, het was net 3:00. Het is nu 3:06. Dus ja, laten wij naar de winkel gaan. En eventjes wat spulletjes gaan kopen. Ja, gewoon even wat lekkers en zo. Kijk. Wow, ik zei dat nog tegen jou. Dit is zo ontzettend mooi dat dit nu gebeurt. Ik zei nog tegen Enzo, er stond eigenlijk op de paklijst dat we thermosflessen mee moesten nemen. Maar ja, wij hebben er eentje. Ik dacht, nou, anders halen we die wel. En nu krijgen we er een cadeau. Krijgen we er gewoon één. Van Scandinavian Wintersports. Ja, dit is perfect. Dit is echt perfect. En, ja, dus en wow, weet je, ik heb net een filmpje gezien. Nou, dat kan nu niet, omdat het nu nog niet koud genoeg is. Maar stel, het zou nog wel -20 of zo worden. Dan moet je dus heet water in zo'n pan doen. En dan kan je die zo over je heen gooien. Juist. En dan komt het allemaal zo rook en zo. Dat lijkt me zo. Moet je wel oppassen dat het kokend water niet op jou valt. Ja, maar dan is het al afgekoeld, hè? Ah, oké. Okay. Nee, ik denk, zeg het even. Maar er zitten gewoon twee thermoflessen in. Dat is echt super nice. En we hebben dus een super mooie planning.
Er staat je naam op? Wat is dit dan? Gewoon om uit te drinken? Ja, denk ik. Ik dacht voor het opgieten van de sauna. Dat je daar water in doet. Gemaakt, waarschijnlijk. Oh, hier ook eentje. Nou, daar moet mijn naam op staan dan. Ja, wat vet. Dat is echt leuk. Super tof. Nou, die kunnen we uit drinken. Dat zijn onze bekers. Sowieso, die open haard vanavond wordt zo ontzettend gezellig. Even kijken waar deze verdere lichtknoppen voor zijn. Zo, kijk, nu is het in één keer een stuk lichter. Ja, dit is gezellig, is een blokhut. Ah, we hebben buffies. Ja, staat ook nog iets op het kaartje. Ja. Jeetje, Mina. Hier de open haard, hè. Echt heerlijk. Echt fantastisch. Op het kaartje staat, welkom in Lapland. Keep warm. Team Scandinavian Wintersport. Ja, als je zo'n wintersport boekt hier, dan krijg je een hele paklijst aan spullen die je het best mee kan nemen. Dus dan geeft ze advies op kleding, wat voor temperatuur het ongeveer wordt, wat je nodig hebt. Wat is dit? Jouw gids naar het noorden ligt. Nou, die hebben we nodig. Ja, nou, daar gaan we gebruik van maken. Ik ben benieuwd hoe het winkeltje eruit ziet ook. Ja, laten we erheen gaan. Wat ze hier praten, dat is dus Fins. Want ja, we zijn in Finland en ze praten hier Fins. Je kan er geen shit van verstaan. Nee. Dat is gewoon niet mogelijk. Nee. Soms heb je nog wel eens dat je denkt van, ah ja, al helemaal met windsport als je naar Oostenrijk gaat of wat dan ook, dan denk je, ja, dat Duitse of dat Oostenrijk, dat is prima. Dat versta ik af en toe wel. Hier versta en kan je gewoon niks lezen. Gewoon niks. Dus ja, daar hebben we al wel onderzoek naar gedaan, maar het lukt gewoon niet. Kijk, ik bedoel, check wat hier bijvoorbeeld staat. Heb jij enig idee? Heb je enig idee wat je hiervan moet maken? Teren Polku 5. Oké, misschien is dat dan blokhut 5. Zal dat zijn? Huisje nummer 5. Mokki Kirja. En dit zal dan 50 euro zijn misschien. 50 euro. Maar voor de rest, echt absurd. Ja. Daar kan je echt niks van maken. Goed, nou, kijk eens even. De tas wordt al uitgepakt. En dit is echt een heel erg belangrijk onderdeel van mijn leven, van mijn werk. Een verlengsnoer met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stopcontacten. En 2 USB-chargers. Geloof me, dames en heren, zonder dit kan ik mijn werk niet doen. En zonder internet natuurlijk. Dus ik ben heel erg blij dat deze gewoon mee is. En weet je wat het bizarre is aan het werk wat ik doe? Het YouTube-leven, het vlog-leven, of het influence-leven, of hoe je het wil noemen. Elke keer weer, als ik een reis maak, dan kom ik erachter, oh, dit is misschien ook wel handig. Dat is misschien ook wel handig. En dit moet ik voor de volgende keer meenemen. En je vergeet altijd wel wat. Wat ik bijvoorbeeld ben vergeten is mijn plakker. Dus dan kan ik het op het raam plakken of ergens op iets plakken. En dan kan ik dan de camera opzetten. Nou, die plakker ben ik vergeten. Maar het gaat helemaal goed komen. Ik heb genoeg dingen bij me. En ja, dan ga ik maar eventjes Maaien mee helpen om de tas uit te pakken. En ik denk dat inderdaad het handigst is om gewoon lekker hier te slapen. Ja, dit is een tweepersoonsbed, je had gelijk. Ja, hè? Dat is wel gezelliger en sowieso zijn wij dat ook gewend. En als we dan weer een keer op twee, is niet erg, maar het is wel lekker om... Ja, maar als de open haard aanstaat, dan kunnen we een keer boven liggen. Ja, en... Maar ja, we hebben ook de bank waar we op kunnen liggen. Ja, en als het hier echt koud is, dan wil je ook gewoon lekker tegen elkaar aanleggen. Klopt helemaal. Maar kijk ook hoe leuke lijsten ze hier hebben. Ja, zo mooi. Ook dat hout allemaal. En, ja. Fantastisch. Zo heb je echt het gevoel dat je gewoon in Scandinavië bent eigenlijk. Ja, gelukkig kan je ons niet krijgen op dit moment. Nee. Dat kan ik je wel vertellen. Het is eigenlijk zo fijn dat het zo lekker koud is. En ik ben zo blij dat ik voor de rode jas heb gekozen, want ik vind hem echt, echt heel erg dik. Kijk daar. Oh, daar zie je een gedeelte van de piste. Ja. Ja, je hebt hier gewoon serieus bijna aan vast gewoon pistes zitten. Dat is wel echt sick. En skiën in Scandinavië schijnt heel anders te zijn dan skiën in Oostenrijk. Ja, ik heb ook geen idee waar dat dan ligt dan. Nou, sowieso sneeuwcondities zijn heel anders, want hier sneeuwt het bijna elke dag. Want het gaat nu ook weer sneeuwen. Ja, dus je hebt altijd verse dus poeder. Je hebt altijd verse poeder, dus daarom zou het wel echt vet zijn als we misschien een keer off-piste kunnen of zo. Ja, het zou heel dik zijn. Ja. Nou, dit is dus het verblijfplekje, het parkje zeg maar, het dorpje. En daar is onze hut. En ja, maak er maar weer wat moois van. Geen idee. Karnemelk, karmepolku. Ik heb geen idee. Klaar met die polkoe. Maar we gaan lekker naar het winkeltje. En dat is daar verderop. Ja. En ja, zo ziet de weg er dus overal uit. Het is echt niet normaal hoeveel sneeuw hier valt. Het is echt absurd. Dus we lopen lekker langs de weg naar het winkeltje. En aan de ene kant ziet het er wel een beetje grauw uit of zo. Omdat ja, je ziet niet echt lucht of zo. Je ziet niet echt wolken. Alles is gewoon, zeg maar, wit, grijs. Dat komt dus ook omdat als je vandaag bij het weer kijkt, staat er zwaar bewolkt. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, dan ziet het er zo uit, dus ja. Blijkbaar. Nou goed, ik ben benieuwd hoe het winkeltje eruit ziet. We gaan er wel even wat oversteken. Ik heb ook dikke klompen aan trouwens, super nice. We gaan even wat lekkers halen bij de winkel, maar check dit. Oh my god.
dikke stampertje, joh. Hier kan ik echt overal mee doorheen banjeren gewoon. Oké, waar moeten we heen? Ik denk daar lang. Naar rechts staat hier Piha, dat is het dorp, dat weet ik wel. Piha. Ze spreken dus uit als Puha. Puha? Ja. Ja, daar ga je dus al. Hoe kan je ooit weten dat je dat uitspreekt als Puha? Ja, dat zei hij dus net. Hij zei, nou, we zijn nu in Puha. En toen dacht ik, je schrijft Piha, maar het is Puha. Ja, gek is dat al. Nou, we hebben het gevonden. En jullie zien het. Het is nog ineens 4 uur, maar het begint al een beetje donker te worden. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan ervaren de aankomende dagen. Oh ja, en wat wel echt bijzonder is, waar wij dus achter kwamen, is dat je hebt geen mondkapjesplicht hier meer. Nee. Dus je hoeft geen mondkapje op. Maar je merkt wel dat iedereen een mondkapje op heeft. En dat komt dus gewoon puur omdat iedereen respect heeft voor elkaar. En het daarom dus ook doet. Gewoon puur uit respect voor elkaar van ik doe een mondkapje op. Ja, er is gewoon, ik heb nog niemand gezien zonder mondkapje. Terwijl het helemaal niet hoeft te. Nee, dat is echt super bizar. Hè? Ja. Dus als het dan verplicht is, dan hebben mensen zoiets van, nou, liever niet dat strom mondkapje. En dan is het niet verplicht en dan zie je dat iedereen draagt. Tenminste hier wel. Ja. En dat vind ik wel echt tof om te zien. Dat mensen daar dan gewoon rekening mee houden. Ja. Dus ja, even mondkapje op en dan gaan we naar binnen. En ik kreeg ook te horen van de organisatie dat ja, je hebt hier niet zo hele snelle goede zorg misschien als in Nederland bijvoorbeeld. Want ja, in Nederland heb je best wel gewoon binnen 10 minuten of zo is een ambulance op locatie of binnen een kwartier. En hier kan dat soms wel eens wat langer duren. En ze komen ook niet altijd met ambulances, ze komen meestal met een helikopter. Dus ja, de zorg en alles is hier ook gewoon zo anders dan in Nederland. Dus ja, daarom zijn mensen misschien ook wat meer bang of zo hier voor corona. Of zijn ze wat strenger met die mondkapjes. Tenminste, de mensen voor zichzelf. Want ze weten gewoon, als ik nu doodziek word, dan ja, heb je wel een probleempje. Want je bent gewoon heel afgelegen. Ja. Dat kan er ook mee te maken hebben. Nou goed, let's go inside. Yes. Let's go, let's go. En tot zover kunnen de mensen die hier vandaan komen best wel goed Engels. Ja, dit lijkt echt gewoon bladeren. Die van een boom gevallen zijn. Ja. Maar dat is dus het lastige. Je gaat nooit achterkomen wat het is, tenzij je het gewoon koopt en probeert. Moet je proberen. Maar. Dus dit gaan we proberen. Okay. Kijk deze pakjes drinken. Check hoe vet dat eruit ziet. Oh mijn god, Thijs Trip. Hoe vet is dit? Ik ga er eentje meenemen. Wow, Thijs ja. Trip. Wow, yo, dit is heel vet voor Thijs. Want voor de mensen die het niet weten, mijn beste maatje Thijs, zijn Instagram is Thijs Trip. Dus dit is wel vet. Check wat ze hier hebben in de supermarkt. Ze hebben hier gewoon, ik kan even een broodje pakken of een donut, wat is het? En dan kan je gewoon een koffiepotje. Ik kan gewoon koffie pakken. Oh mijn god, ze hebben hier cd's. Kijk dan, waar ze hier cd's van hebben. Prachtig hoor, prachtig. Wat is dit? Lasten Ikiviriet. Oké. Okay. Wow, die zijn klein. Ja, ziet er wel lekker uit. Dat zijn de kleinste donuts die ik ooit heb gezien. Ja, meenemen. Zal ik jou iets vertellen over Valentijnsdag? Jij hebt echt geen idee. Maar wist je dat ik van plan was om jou mee te nemen als verrassing ergens naartoe, maar dat dat nu niet meer door kan gaan? Is dat echt zo? Dat is serieus zonder maar grap. Maar dat kan nog steeds, want we komen de 13e terug. Ja, dat kan misschien nog wel, ja. Dat moet ik even kijken. Okay. Maar ik zie opeens dit allemaal voor Valentijn. Toen dacht ik, oh ja, dat had ik nog helemaal niet verteld, want ja, we zijn nu een week in Lapland. Maar dat is wel lief van jou, dat je wel eraan gedacht hebt. Zeker. Ik heb ook iets liggen thuis voor jou. Oeh. Thuis, hè? Niet hier. Thuis. Oké, ik ben benieuwd. Maar dat is serieus zo, dames. Gembershotje, ja, neem hem mee. Super lekker. Kies er maar eentje, gembershotje. In ieder geval, mochten jullie nou nog zoiets hebben van, hey, Enzo, dat is eigenlijk wel een hele goede herinnering voor mij, want Valentijnsdag komt eraan. En ik wil eigenlijk wel iets geven aan een vriend van mij of aan een vriendin van mij. Dan zou ik zeggen, check even knolpauw.nl, want daar staan allemaal super mooie, echt hele gave, subtiele kettingjes met een hartje van KP voor Valentijn. Dus dat is wel echt super tof. Dus ga dat even checken op knolpauw.nl. Die hadden we echt mee moeten nemen. Ja, die zijn we vergeten in de auto. Ja, ik had ze heet het in de auto liggen, want ik wou hem ook omdoen. Want het is echt super mooi. Ja, het zijn armbandjes en het zijn kettingen. En een ketting, dus ik wou hem omdoen. Gisteravond dacht ik nog, oh, die moet ik niet vergeten. Maar omdat ik reed en het zat aan jouw kant, heb ik het nooit meer gezien. Ja. En toen zei ik tegen Enzo in het vliegtuig, oh, het enige wat we vergeten zijn, zijn die Valentijnskettingjes. Want die zijn echt mooi. Maar ja. We zijn wel voor Valentijnsdag terug, dus we kunnen hem dan nog laten zien. Maar misschien wil Noël het wel even laten zien. Dat is wel... Oh ja, dat zou wel chill zijn. Als Noël ze even wil laten zien. Want als wij terug zijn, dan is het Valentijnsdag. En als je dan bestelt, dan ben je te laat voor Valentijn. Ja. Dus als je nu bestelt, hebben ze sowieso nog 100% op tijd thuis. Natuurlijk wil ik ze even laten zien. Dit zijn ze dan, de Knolpower Valentijns kettingjes. Je hebt het grote hartje en het kleine hartje. Alle twee super tof met het Knolpower logo erop. En het dikke vette laf. En je hebt ze natuurlijk ook in het goud. Echt super nice. Nu te checken op knolpower.nl. Ik vind het serieus zo leuk om hier boodschappen te doen. Want check hoe ze hier bijvoorbeeld pizza hebben verpakt.
En het is in ieder geval pizza die nooit wegloopt, want hij is heel tam. Pizza Dennis. Geniaal. Nou, we beginnen al aardig het mandje te vullen hoor. Met lekkere hammetjes en chocolaatjes en kaasjes en yoghurtjes. Marvin, ik ben heel erg benieuwd. Ken jij dit nog? Oh my god. Ik weet geen eens meer hoe die heet. Oh, knijpfruit. Oh, die! Ja. Ja, dat is van... Hoe heet die ook weer? Van vroeger. Ik weet serieus niet meer hoe die heet. Maar dit keek ik altijd vroeger. Wow, hoe heet dat ook alweer? Ja, zo leuk. Echt geniaal. Ja, je komt dus... Ik weet hoe ik dat kan opzoeken. Gewoon via Google plaatje. Ja. Heel veel mensen weten dat niet. Maar je kan op Google kan je een foto maken. En dan gaat Google op de hand van die foto... gaat die gewoon allemaal zoekresultaten weergeven... wat te maken heeft met de foto. Het is niet Pep of zo, toch? Peppy of Peppa of zo. Ja, ik heb nu wel alleen maar Finland. Ja, en als je alleen een foto maakt van dat poppetje... Van die witte. Zo mooi dit. Even een foto ervan maken. Alles gaat nu in het film. Oké, blijkbaar moet het dan wel een Engelse foto zijn of Nederlands of zo. Alle zoekresultaten in het Fins. Hoe heet dat nou? Maar de kijkers die kunnen het achterlaten en dan denken wij... Oh ja, dat is het. Ja. Sowieso. Zo, daar zitten we dan, dames en heren. Ik heb een heerlijk toetje. En straks gaan we lekker aan de chips. Maaiman die is al begonnen met de chips. Ja, lekker. Ja, we zitten hier gewoon lekker te chillen. We zitten gewoon compleet tot rust te komen hier. Ongelooflijk. Hoe lekker is dit? En het is nu 4:30. Het is dus echt goed donker nu. Maar we hebben wel gezien dat de piste compleet verlicht is. En er is zelfs één dag in de week dat je tot 9:00 in de avond kan snowboarden. Dus dat is wel heel tof. Dat willen we graag doen. Maar dat gaat nog gebeuren. En om 6:00, dus over 1.5 uur, dan gaan we ons even melden bij een meeting point. En daar gaan we dus even van die soort wandelschoenen iets ophalen. Ja, en we gaan dan meteen uit eten daar. Dus dat wordt wel hartstikke leuk. We hadden de keuze van gaan we hier wat eten maken of gaan we uit eten. Toevallig daarnaast, waar we heen moeten, zitten in restaurantjes. We dachten, dan gaan we gewoon lekker uit eten. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze hebben. Ik heb wel echt zin in een goed stuk vlees of zo, biefstuk. Altijd, hè, jij? ik ben dus echt zo iemand die dan pasta en dat soort dingen altijd heel lekker vindt. Jij vindt echt gewoon een goed groot stuk vlees. Ja, maar thuis eten wij gewoon altijd wel gewoon lekker met groentes en weet ik wat allemaal. En als ik dan uit eten ga, denk ik, oh, lekker biefstukje. Ja, snap ik wel, hoor. Maar thuis biefstuk, dat zou ik niet lekker vinden eigenlijk. Ik ben nooit zo van de biefstuk geweest, als ik heel eerlijk ben. Nee. Nee, en zelf biefstuk maken heb ik meerdere keren geprobeerd. Maar dan is het altijd zo taai als maar zijn kan. Ja, ik kan het echt niet maken. Ik heb het echt geprobeerd, maar... Zal ik dat een keer voor je maken? Ja, ik zou het wel een keer willen proberen als jij dat maakt. Heb je dan wel zo in zilverfolie en zo gedaan? Nee, gewoon een beetje olie en knallen. Dan moet je dus echt doen. Nou, weet je wat het ook is? Ik weet niet, biefstuk is ook een beetje zo'n soort tractatie van... Oh, lekker met uiteten. En als je dat dan ook nog thuis gaat doen... Maar superleuk dat ze daar gewoon op de muur skis ook hebben hangen. En ja, dit vind ik gewoon echt leuk ingelijst hier zo. 10 seconds later. Sneeuw op je buik doen misschien. Dan gaan we lekker eten. Zo, we zijn even op kantoor geweest, dames en heren. En dit is dan de plek waar ik... Oh, hey, lijkt net alsof ik Noorderlicht heb nu. Kijk hoe groen het hier is. Oh ja. Ik zat meteen daarheen te gaan. Ik dacht, echt zien. Maar het is wel heel erg chill, want hier bij het kantoor, dan kan ik even uploaden. Dus dan hier heb ik goed internet. Dus we kregen even instructie hoe we daar naar binnen konden komen, wanneer we wilden. Dus dat is echt helemaal top. En nu gaan we hier even wat eten. En we zagen eigenlijk niemand hier binnen. Dus we vroegen al van, hoe kan het dat hier niemand zit? Nou, ik zie nu toevallig dan 2-3 tafeltjes. Maar blijkbaar eten ze heel erg vroeg hier altijd. Ja. Dus ja, zijn wij gewoon aan de late kant. Ook al is het voor Nederlandse tijd, is 6:30 gewoon dikke prima. Ja, ik weet ook niet. Ik denk dat ze dan echt om 5:00 of zo al eten. Anders dan kan je niet nu al weg zijn. Nee, dus nou ja, ze zijn tot 9:00 open, dus helemaal prima. Dus we gaan lekker smikkelen. Lekker naar binnen. Oeh, ruikt lekker. Pizza of zo. Ik
kruik vlees. Broodje bak pauw. Marvin is pizza aan het snijden. En ik heb, dames en heren, geloof het of niet, ik heb serieus een rendierburger. Dat is gewoon geen grap. Dat is gewoon rendiervlees. Ja, ik denk dan dat ze in Nederland veel koeien hebben. En dan heb je koeienvlees. En dan hier heb je rendieren veel. Dus dan heb je rendiervlees. Ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval even lekker eten. Onze eerste avondmaaltijd in Lapland. Hey. Hey, Marvin. Kijk hoe perfect die sneeuw is die gewoon hier ligt wat nog niet is aangeraakt. Ja, dat is echt bizar, hè? Het ziet er zo mooi uit. En ook hier aan deze kant. Maar sowieso, wow! Op camera ziet de lucht er ook vet uit, hé. Kijk dan. Wat ziek. Heel anders, hè? Ja, het ziet er wel een beetje anders uit. Veel lichter of zo hierboven. Kijk dan, ik kijk omhoog en je ziet gewoon licht. Ja. Holy moly, super vet. Maar dat is dus ook heel gek. Als je hier bij dit plaatsje dus in de zomer bent, ja, op de langste dag, ja, die weken, is het nooit donker hier. Ja, dat is echt super vaag. Dat is echt raar. Dan is het gewoon 24 uur per dag, is het gewoon licht. De zon verdwijnt niet aan de horizon, dus die blijft zo heen en weer gaan. Ja, dat is echt super bizar, hè? Ja. Echt heel bizar. Dat het dan zo lang licht is. En dat is dus de poolcirkel. Ja, daar, dat heeft ermee te maken. Die rand, zeg maar, als je daar overheen gaat, dan kom je eigenlijk over de rand waar de zon, zeg maar, blijft. Ja. Maar... Want je ziet dan ook gewoon de zon, zie je, zeg maar, ook zo met een boog zo gaan. Maar hij verdwijnt nooit helemaal beneden. Nee. Maar hij blijft gewoon en dan gaat hij weer omhoog. Ja. Lijkt me zo ontzettend raar. Want meestal heb je dan gewoon zonsondergang, maar dat heb je dan niet. Maar volgens mij is het dan ook zo dat je dan in de winter, op de langste dag, dat je dan alleen maar donker hebt. Dat de zon helemaal ook niet komt, zeg maar. Ja, dat zou ook weer kunnen, ja. Op aarde waar de zon niet komt. Ja, maar we hebben al gesproken met iemand die zei, van de organisatie, dat het wel heel erg een dingetje is, hoor. Dat als het dan licht is zo lang, dat je lichaam dat niet goed aan kan. Daar moet je wel echt aan wennen. Ja. Daar moet je wel echt rekening mee houden en verschillende dingen gaan uitvoeren om dat vol te houden. Ja, je kan dus heel erg, dat zei hij, last krijgen van insomnia. Dat is zo'n soort van ziekte. Niet echt ziekte, maar omdat het zo lang licht is, blijf je langer doorgaan. Want jouw lichaam denkt van het is nog steeds licht, licht, licht. Dus je kan langer werken, waardoor je een soort van chronische vermoeidheid krijgt. Waardoor je ook niet meer kunt slapen, zeg maar. Ja, het lijkt me echt super raar, inderdaad. Ja. Maar ja, dat doet gewoon, ja, het licht met je. Ik bedoel, het is gewoon logisch dat het nu ook gewoon donker is. Dat je zoiets hebt van, ja, het is avond en nog even lekker serietje kijken of zo en dan slapen. Ja. En ja, als het dan nu gewoon nog net zo is als vanochtend of vanmiddag, dan ja, gaat je lichaam ook zoiets denken van, nou, het is nou helemaal niet donker. Waren wij alleen al met terugvliegen vanuit New York? Ja, wij hebben echt lang last gehad van jetlag nog toen we vanuit New York kwamen. Ja. Ja, goed. Het is in ieder geval prachtig en het is maar een klein stukje lopen op zich omhoog. Naar beneden lopen is al veel simpeler dan omhoog natuurlijk. Ja. Maar een klein stukje lopen en dus we zijn ook al bijna weer bij onze blokhut hier zo. Hoppa. Zo, dames en heren, we zijn dus weer terug in het huisje. En dit is dan de eerste dag hier in Finland, in Lapland. Ik vond het echt fantastisch. Ook al was dit eigenlijk nog een soort van, ja, het is eigenlijk gek om dat te zeggen, de minste dag. Maar qua wat we nog de hele week gaan doen, is dit de meest rustige dag. We hebben af en toe even wat powernappies gedaan in het vliegtuig, in de bus en nog even op de bank. En nu gaan we gewoon lekker bijtanken. Het is eigenlijk heel erg vroeg, want het is hier nu 8:30. En in Nederland betekent dat 7:30. Maar ja, we hebben gewoon zo weinig geslapen. We gaan waarschijnlijk nog even een uurtje, twee uurtjes serie kijken. En dan lekker slapen. Dus dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet even dat duimpje omhoog niet te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie dan heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!